Welkom bij de allerlaatste aflevering van Het Incident van Mijn Leven. Deze podcast is in het leven geroepen ter ere van 150 jaar brandweer Amsterdam-Amsteland. Hier naast mij zit Rob. Rob, welkom. Dankjewel. De vraag die ik aan elke gast stel die hier bij mij zit is... Um, wat is je functie binnen de brandweer of wat is je functie geweest binnen de brandweer? Ik was duikploegleider, duikinstructeur. Uiteindelijk begon ik natuurlijk als brandwacht... En uh, meteen na de opleiding uh, brandwacht. kreeg ik de kans om uh, bij de duikgroep uh, uh, te komen. En volgens mij was dat in uh, 1974 dan. En uh, de, daar de duikopleiding uh, gevolgd. En uh, nou, al die jaren eigenlijk uh, tot uh, einde brandweercarrière, uh, zeg maar. bij het, het duikteam gezeten, zeg maar. Dus je was een duiker? Ja. Ja. Duiker, duikploegleider, duikinstructeur uiteindelijk. En dat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan. Met tot, heel veel plezier. Tot welk jaar heb je dit gedaan? Uh, nou, ik ben nu 18 jaar weg. 18 jaar weg? Uh, ja, 18 jaar weg alweer. Dus uh, de In, tijd verlicht, hè? 2004? Ja, ja. ja. Dus gepensioneerd inmiddels? Gepensioneerd, ja. Wellicht komen we daar later nog op. Ja. En misschien wel een leuk feitje om te noemen. De duikers uh, tak van sport binnen Amsterdam bestaat nu om en nabij 50, 50 jaar. jaar ja, ja. 50 ja. jaar, Wordt er nog iets gevierd ter ere hiervan? Nou, volgens mij zijn ze wel op de achtergrond, wat ik zo uh, hoorde, wel iets aan het doen. Maar wat precies, weet ik niet. Heb je een uitnodiging in je zak? Nee, nee dat, dat niet, maar ik hoor nee? al wat, wat moest. Maar ik weet niet zeker hoor, of dat zo is. Maar dan uh, zal ik er ongetwijfeld wel iets over horen. Ja. ja. Mooi. Of een uitnodiging krijgen. Het zou leuk zijn ik als je de er deel veel. van wilt. Ja, ja, absoluut. Ja. Hé hey Rob, de podcast heet natuurlijk Het incident van mijn leven. Ik ben benieuwd om daar eerst eens op in te zoomen. Um, is er een incident gedurende jouw uh, loopbaan, jouw carrière hier bij de brandweer. Uh, wat jou is bijgebleven, wat jou gevormd heeft, wat jou dusdanig beïnvloed heeft? Ja, er zijn zoveel dingen zeg maar, geweest. En hè, dus uh, het, het mooiste is in ieder geval. Uh, van het duiken als je iemand kan redden. Weet je, dat is natuurlijk uh, waarvoor je uitdrukt en uh, waarvoor je je, je dingen als duiker doet. Maar wat ik nog wel weet in, uh, was in het Noordzeekanaal uh, bij de, uh, de Pont of zoiets was het: uh, dat daar een auto te water is uh, gegaan met uh, ja, vier mensen erin. Een gezin? Een gezin, al. ja. een gezin. En het werd gezien vanaf de, de Pont uh, dat die uh, te water was uh, geraakt. Nou, en daar zijn we natuurlijk uh, naartoe gegaan met de duikwagen en uh, met alle, alle voertuigen. En het was een hoop uh, gedoe, want je, het is daar en uh, vrij diep en het is stromend water. Dus ja, waar je hem ziet verdwijnen. Daar, daar hoeft hij niet mis. per se te liggen. Hij gaat ja. natuurlijk mee met de stroom. En dan is het natuurlijk, ja, waar komt hij dan terecht? En ja, uh, hoe snel vind je hem dan om eventueel nog een, uh, een redding uh, uit te voeren? En uh, nou ja, ik moet zeggen... Uh, dat we hem eigenlijk snel hadden gevonden, die auto, maar uh, toen hebben we één of twee mensen uitgehaald, geloof ik, zoiets was het. En toen wilden we weer naar beneden toe gaan, maar toen was uh, de lijn die vast zat aan de auto, die was losgeschoten. En dan moesten we weer opnieuw zoeken. En dat duurde eigenlijk veel langer. Dan de eerste als, poging. Als de eerste poging. En, en, en dat is eigenlijk wel bijgebleven, weet je. Die, die vier mensen, het, het gedoe eromheen en uh, ja was gewoon een hoop uh, ja eigenlijk uh, nadeel was dat natuurlijk uh, het voelde het chaotisch of je de kant chaotisch misschien het, het was heel rommelig ja. en, uh, en en zeker als het dan die lijn loslaat weet je want je wil natuurlijk die mensen zo snel mogelijk eruit halen ja en uh, ja, dat is uh, wel een van die dingen die me wel eens uh, bijgebleven. Maar ja, we hebben zoveel incidenten gehad. Nog natuurlijk. even een minuut bij dit incident. Ja. Die twee resterende slachtoffers die in die auto zaten, zijn zij uiteindelijk ook gered? Ja, 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 zeker. Alle vier, het is dus... alles, ja. Nou ja, niet gered, eruit gehaald. Eruit gehaald. Dat Kijk, is een wat zij doen is uh, natuurlijk ja. proberen iemand te redden. Ja. En in, uh, in heel veel gevallen, als je iemand boven water krijgt en uh, je gaat reanimeren, dan komt er nog vaak nog wel een hartslag terug. Ja. Maar of hij dan verder zeg maar, gaat overleven, ja, dat, dat weten we eigenlijk nooit. Want het slachtoffer wordt overgenomen door ambulancepersoneel. En het wordt afgevoerd. En in de ziekenhuis, ja, dan wordt het natuurlijk verder behandeld. Maar dan hoor je in feite natuurlijk niks meer. Wordt niet meer teruggekoppeld of iets nee, dergelijks? Nee, meestal niet. Nee, nee. Dus je haalt het eruit. Je ziet nog wel een hartslag. Dat hoor je wel van die ambulance mensen: van oké, okay, we hebben een hartslag. Nou, inpakken en afvoeren. En dan is het eigenlijk voor ons. Uh, klaar. Uh, maar iemand die bijkomt, ja, dat, dat, dat gebeurt niet. Nee. Dat is alleen in films en in Baywatch bijvoorbeeld, weet je. Daar zie je natuurlijk een iemand Die en klaar. En dan één. zie je zo'n van een tijdje uit de mond komen en dan praten ze weer met je. Maar dat is natuurlijk onzin. Dat is niet de realiteit. Dat is niet de realiteit. Dus het gaat naar het ziekenhuis toe en uh, daar worden ze behandeld. En dan is het ja of nee er bovenop komen. De en dan is het de vraag hoe, weet je want hoeveel schade heb je geleden? En hoeveel zuurstoftekort heb je gehad? En dat is dan met de vraag hoe je daar weer uitkomt. Of je er bovenop ja, komt ja. en hoe je er bovenop komt. Ja, ja, absoluut. Maar goed, het, het redden van. Kijk, wat je kan natuurlijk zeggen, van uh, voordat je ergens bent natuurlijk, hè, voordat je een alarmering krijgt, gaat al tijd overheen. Voordat je te plaatsen bent, gaat een hoop tijd overheen, minuten. Ja. Dus wat heeft het dan nog zin om iemand uit het water te halen om te gaan, uh, gaan redden, zeg maar. Want je zou zeggen, zoveel tijd, het dat gaat niet meer komen. Hè. Ja. Maar uh, je hebt dat gouden uur, zoals het mooi heet. En binnen het gouden uur, uh, iemand uit het water halen, geeft mogelijkheden. Het en, gouden uur? Ja, zo heet dat. Verklaar jezelf nader. Nou, dat is gebleken dus, uh, zeker hoe kouder het water, hoe beter het resultaat is om iemand eventueel weer er bovenop te krijgen. En dus als jij, van waar? Dus uh, iemand uit het water. Ja, maar hoe? hoe, hoe door de koude het water. Ja. Daar gaat een soort afweermechanisme plaatsvinden. Uh, okay. uh, dus je lichaam die merkt van, dit is koud. Ja. Dus je gaat uh, alles in de werk stellen om jou als het ware te redden. Dus uh, alle uitstekende delen zoals benen, armen, maar ook bepaalde organen worden verstoken van bloed als het ware. Dat bloed wat daar zat wordt alleen maar gebruikt om uh, via het hart uh, te pompen naar de hersens toe. En dat is eigenlijk het enige wat nog een beetje intact, in, uh, intact blijft. Met een hele lage hartslag. <kijf> Waardoor je eigenlijk die overlevenskansen creëert. Zeg maar. Dus als het een warme dag is, een warme zomerdag? Ja, nou, warm, wordt dan minder. Hoe kouder, kans... hoe nee, beter. Hè? Maar ja, uh, altijd kans, want uh, water zal nooit een lichaamstemperatuur hebben. Tenminste, buitenwater hier in nee, Nederland is geen 37 nooit. graden. <laughs> nee. hey, maar hoe kouder, hoe beter. Hoe beter die reactie is en waardoor de overlevenskansen natuurlijk uh, stijgen. Dus uh, ja, zodra je iemand op de kant hebt liggen en je weet hoe lang het geleden gebeurd is. Hey, want uh, probeer je na te vragen en je hoort uh, het is 20 minuten geleden gebeurd. Dan weet je nou, ik zit nog dik binnen dat gouden, gouden uur, uur. Dus starten met de reanimatie. En, uh, en is de hoop moet... ook groter, neem ik aan. Dat... Ja, ja, weet je, en dan gewoon starten en uh, dat is het lastige van een onderwaterslachtoffer. Ja, die ziet eruit als dood, want ja. die is in en in wit hè, door de kou en schuim, schuim op de mond, blauwe lippen, weet je. Het, het ziet er gewoon dood uit. Ja. Maar ja, dan toch maar beginnen en uh, ja, het reanimeren is ook anders als een, uh, een, een bovenwaterslachtoffer met een hartstilstand bijvoorbeeld. Want uh, zo'n lichaam is koud. Dus ook uh, zeg maar het reanimeren gaat een stuk zwaarder als uh, een normale reanimatie. Minder flexibel. Ja, het is veel minder flexibel. Je moet echt meer drukken. En, uh, nou ja, en, en dan maar hopen dat het goed uh, gaat komen. Ja. Ja. Is er veel veranderd in al die jaren dat jij bij de brandweer werkzaam bent geweest als duiker? Zijn er veel nieuwe technieken gekomen? Ja, ja toch wel. Zou je ja. daar een paar van kunnen aanstippen? Ja, want we zijn natuurlijk begonnen met een nat pak... Dus het is neopreen en dat was dan 4 mm dik. Ja. En met een jasje en een broek en sokken en handschoenen, een cap, een bril en dan je, je, je apparatuur natuurlijk. Maar dat was 4 mm. En nat. Dus als je het water in ging, ja, uh, dat water voel je natuurlijk. Ijskoud en zeker zwinters. En onder het ijs duiken. S'nachts uit je bed vandaan. Dat was geen pretje. En zeker een, hels. Ja, <laughs> soms was het echt dat je dacht: van wat doe ik hier in godsnaam? En dan moest je echt wel even bijkomen, soms op de bodem. Want ja, van de warmte naar de kou. Ja, je ademhaling, je hartslag natuurlijk. Ja. Dan moest je soms op de bodem eventjes weer even, even rustig blijven. En dan uh, huppakeet en dan kom je aan de slag. En uh, nou, dat is natuurlijk in de loop der jaren is dat allemaal uh, veranderd. Wat en, is er veranderd? Nou ja, uh, andere duikpakken. Ja. Ja, dus uh, uiteindelijk droge duikpakken. Uh, dus uh, je werd niet meer nat. En uh, voordat je je duikpak aantrekt, uh, trek je een wolletje aan. Als uh, isolatiemateriaal, als het ware. Dus dat, uh, he, uh, je blijft veel langer uh, warm. En volgelaatsmasker. Dus niet meer een los bijtstuk en een brilletje. Nee, ja, een compleet uh, masker. Hm. En uh, Dus het was allemaal keurig netjes uh, ja, uh, Goud dus raakte je minder van het water? Veel minder. Ja. Het enige wat uh, koud wordt, zeg maar, de, ja, dat zijn je handen dan. Want dat is nog steeds neopreen handschoenen. En uh, ja, dat voelde je dan nog wel. Maar ja, goed, dat is uh, niks in vergelijking met uh, je voorhoofd. En, ja. Want hier kreeg je vooral uh, de kou, kou op je voorhoofd. Voel je het nog als je het nu over Ja, je, dan ging je gewoon tranen, was? weet je, je. De tranen liepen echt over je wangen. En uh, ja, dan moest je even bijkomen en, hup, en dan uh, moest je werk doen. En het andere was natuurlijk uh, de communicatie. <clears throat> dat verliep dan middels een touwtje. Dus ik Leg zat, uit wat gebeurde er ge nou, in één keer is. De duiker zit vast aan een uh, redvest, aan en aan een, uh, een, een touw. En aan de, aan de kant staat dan iemand uh, uh, seintjes te geven om ja, vooruit uh, te sturen, of naar rechts, of naar links, of naar achteren, of naar boven, of een noodsignaal te geven als dat uh, noodzakelijk was. En zo werd er gecommuniceerd. Heel primitief. Uh, ja, heel primitief. Uh, dus je kunt je voorstellen als je natuurlijk uh, een auto te water had en je moest uh, de auto eruit halen met de kraanwagen. Ja, dan kwam het best wel aan op uh, ja, het stukje samenwerking van de kraanwagen met de duikel onder water. Want dat hijsblok moet natuurlijk naar beneden toe. Die singles om die uh, wielen ja. moeten aangekoppeld worden. Nou, dat vergt best wel een stukje samenwerking. Maar ja, hoe doe je dat met een lijntje met heel beperkt ja, boodschappen die je kan sturen? Kun je ook terugsignalen geven? Ja, dat, wat die dat is ook wat er komt. Ja, je moet eerst een attentie zijn geven dat ja. er een boodschap komt. Zeg ja. maar, dan krijg je een attentie, zijn, en een attentie zijn terug, zeg ja. maar. En dan krijg je de boodschap naar voren, naar achteren, naar boven, naar beneden. En, uh, maar ja, daar hield het eigenlijk mee op. En dan hadden we wel wat uh, heissignalen afgesproken. Ja, dat is in het donker. Zo'n blok komt eraan, weet je wel. En dan moet je heel snel reageren, anders krijg je hem nog bovenop je hoofd. Er waren geen zaklantaars of, of iets? Dat helpt niet, he, onder water. Dat helpt helemaal niet. Nee, het is net het is, zoals met, met mist ja. uh, licht aandoen. Kort het reflecteert licht. Ja. En als jij natuurlijk beneden bezig bent, dan ben je op de bodem bezig. En dan gaat al de, ja, zeg maar, uh, de blubber en de rotzo, dat gaat een opdwarrelen. Ja. En dat uh, ontneemt je het zicht. En uh, ja, op heel veel plekken heb je gewoon geen, geen zicht. In de recreatieplassen uh, ja, heb je een beetje zandbodem. En dan heb je redelijk zicht, een beetje troebel. Maar ga je natuurlijk de amstelen in of het ei in, ja, weet je. En je zit op 15 meter. Ja, maar hoe je gewoon... coördineer je dan zo'n zo zo hijskraan of zo'n... Ja, hoe doe je dat? Ja, daar hadden we lijnsignalen voor, weet dat je. Waar, dus van de kant ja. zeiden ze maar... Dus dan twee rukjes, rukjes, maar... ik weet niet meer ja. precies hoe dat was met het uh, nee, hijs, hoor. Oh. Maar dan was twee uh, rukjes, dat was bijvoorbeeld stop, weet je. Als ja. je naar beneden... Ja. En drie was weer een tikje omhoog. En uh, dat weet ik niet precies meer hoe dat was. Maar daar hadden we afspraken over. Maar het is uh, best wel uh, lastig. Uh, en uh, inmiddels zeker... zijn er... Maar ja, nu heb je natuurlijk en droge pakken. Ja. En je hebt een volgelaarsmasker. En in de lijn zit nu uh, communicatielijn, zeg maar. Ja. Dus je kan gewoon vanaf de duiker naar de man aan de kant. Uh, kun je praten en andersom. Dus je kan nou ja, alles vertellen wat je wil. Een tikje naar links, een tikje naar rechts, een tikje omhoog. Ja, je ja, kan ja, het alles Werk uh, een stuk gemakkelijker, ja, kunnen zich voorstellen. Dus ik moet ook eerlijk zeggen, als je gewoon terugkijkt in de tijd. hoe we dat allemaal hebben gedaan. is het voor mij nog echt een raadsel dat het eigenlijk altijd goed is gegaan. Nou ja, ze zal het altijd goed zijn gegaan, dat is natuurlijk de... Nou ja, maar ja, geen gekke dingen, nee. tenminste geen uh, echte ongelukken, weet tenminste, je wel. Nee. En, uh, en nu met die nieuwe technieken natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een stuk beter. Maar het is, uh, als ik er uh, eens terugkijk, dan denk ik, jeetje, we hebben echt wel ook wel geluk gehad, weet je wel. Engels op jullie schouders. Ja, ja, als ik echt terugkijk, dan moet ik dat echt wel een keertje zo uh, zeggen, ja. ja. Maar gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Dus je zegt een beter pak, beter communicatiemiddelen ja, zijn er ja, nu ja. inmiddels... Nog andere ontwikkelingen sinds jij weg bent gegaan als duiker? Nou ja, ja het is nu meer, meer veiligheid en meer uh, letten ook op uh, de duiker zelf. Uh, vroeger uh, ja, moest je eerst hier op papel staan. Hè? Dan kreeg je een, 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 een nummer, zoals dat er mooi heette. Of duiker, of je was ploegleider, of je was chauffeur. En uh, stel dat je dan duiker was op die dag... Dan weet je ook echt gewoon aangewezen duiken. Jij bent duiker 1, jij bent duiker 2 en voor de rest werd er nergens over gepraat. Tegenwoordig is het van, ben je in staat om te duiken? Ja. Er wordt meer uh, rekening gehouden met de omstandigheid van de duiker. Ben je ziek, ben je verkouden of ben je Hoorland emotioneel? Erbij, vandaag, of ja. heb je net een begrafenis achter de rug of ben je uh, ziek geweest? Um, want het is natuurlijk belangrijk dat je um, kunt rekenen op elkaar. Want er gaat één duiker te water. En mocht hij in nood zijn, dan moeten andere duikers natuurlijk uh, uh, helpen en uh, in actie kunnen komen. Dus je moet op elkaar kunnen rekenen. Maar vroeger was het gewoon, ja, vooral uh, zeggen dat je je goed voelde en uh, je ging gewoon. Want als je dat niet deed, was je een watje. Was dat zo? Ja, ja, dat was een hele andere mentaliteit. Zo werd dat gezien toen de tijd. Ja, en het, ook uh, na klussen, die waren gedaan. Nou, wij noemen dat een klus dan, hè, als je een duikincident uh, had. Ja, er werd niet over gepraat je ging weer, weer verder. Je ging sporten of je ging dit doen of je ging dat doen. En tegenwoordig wordt er veel meer dingen uh, nagepraat, zeg maar. Hoe, hoe ging het en uh, kan dat anders? En ook uh, kijken natuurlijk naar de emotie van uh, de persoon, zeg maar, die iets heeft gedaan. Of andere mensen die uh, natuurlijk hebben geholpen of in de reanimatie. Wat voor de een heel simpel is, is voor de ander natuurlijk uh, yeah, nou, best wel it. pittig. En ik heb gelukkig voor mezelf nooit, nooit last gehad daarvan, maar uh, ja, het blijkt toch wel dat heel veel mensen toch wel uh, dingen meenamen naar huis toe bijvoorbeeld, dat of een nasleep had ja, van een staartje ja, ja. En, en vooral niet vertelde, maar daardoor misschien wel uh, ja, slecht konden functioneren misschien of thuis of uh, op het werk of zich uh, verscholen achter dingen en uh, maar ja later met een bordteam die we later uh, kregen waar je ja, je emoties kon uh, vertellen en tonen. Ja, dan uh, werd het wel een stuk beter. En ook mocht je ook zeggen dat je gevoel had. En, hmm. en dan mocht je ook een traan laten. Maar dat was, vroeger was dat gewoon niet zo. Dat was gewoon doen en uh, niet zo moeilijk doen. Ga uh, ja, maar door. En ja, het zo, zo ging dat gewoon. Klinkt dus een gezonde ontwikkeling dat dat allemaal nu ja, in het leven het is. Ja, dat is een stuk beter. Dat ja. Ja, ja, klinkt ja. heel prettig. En ik ben nog benieuwd, Rob. Um, je bent gepensioneerd al. Uh, ja. 16 jaar, 18 jaar? 18 jaar. 18, oh, je 18 je jaar bijna, bijna 18 jaar. 18 jaar gepensioneerd. En... Um, ik kan me voorstellen, je, je hebt je lange tijd geïdentificeerd met de brandweer. Doe je dat nog steeds tot op de dag van vandaag? Identificeer je met het brandweerschap? Jawel, ja, je houdt alles nog wel een beetje bij. Weet je wel. Op Facebook zie je wel eens wat dingetjes voorbij komen. Dan zie je dat de duitum is uitgerukt, uh, her en der. En uh, dan denk je toch weer terug van, uh, ja, weet je, dat hebben wij ook gewoon zo gedaan. Weet je. Wat dat betreft is er weinig veranderd. Alleen ja, de voertuig is gewoon moderner geworden, de technieken zijn toch wat veranderd. Uh, ik denk nieuwe apparatuur en zo. Maar het gevoel is er nog steeds. Weet je? je weet wat hun gaan doen gewoon. Je weet van uh, oké, okay, uh, duiken gaat te water. Uh, dit gaat er gebeuren, dat gaat er gebeuren. Ja, dat weet je gewoon. Dus dat gevoel, dat raak je nooit, nooit kwijt. En, uh, en na de brandweerperiode heb ik ook nog... Uh, als ZZP'er ben ik BNV-cursussen gaan doen. Ja. Nou, dit is ook een beetje gerelateerd natuurlijk aan, uh, aan, aan brandweer. Uh, dus uh, ja, dus dat gevoel... Ja, wat je had, ja, dat raak je nooit kwijt. Maar vooral eh, ja, met elkaar samenwerken, weet je, dat was eigenlijk wel uh, belangrijk. Ook op de kazennen. Ja, dat gevoel en, en de grapjes die gemaakt werden, hm. ja, weet je, dat kon soms heel ver gaan ook hoor. Moet ik ook eerlijk zijn humor bij vlagen. Ja, maar ik, ik kon er wel heel goed tegen, maar andere mensen misschien weer wat, wat minder, weet je wel. En als je weet, de collega's van je, je bent er gevoelig voor. Ja, dan weten ze je ook wel te vinden, weet je. Dan, uh, dan ruiken ze bloed. Dan blijven ze doorgaan. Mm. Stoken, stoken, stoken. Ja. Maar ik vond het, ik vond het altijd wel leuk, weet ja, je. Dat wel je wat... een beetje olifanten uitgekweekt. Ja, 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 ja. ja, absoluut. Maar ja, leuk. Ik, echt een prachtige periode. En vooral dat teamgevoel en met, met sporten en met, met alles. Ja, het was gewoon uh, prachtig. Mis je ja. het? Ja, af en toe dan denk ik, ik wil weer even zaalvoetballen, weet je wel. Want dat deden we gewoon elke dag. Elke dag zaalvoetballen? Elke dag even zaalvoetballen. we de boel de boel laten? Of de op de oude kazerne, want dit is een uh, kazerne Willem. Maar we zaten eerst op de Nieuwe Achtergracht, bij Carré daar. Ja. En daar hadden we ook een klein uh, sportzaaltje. En dan gingen we s'nachts wel uh, volleyballen. Midden in de nacht, weet je, hadden we een klus gehad, weet je. En dan was iedereen klaar wakker. En, op, en dan gingen we volleyballen met, met z'n allen. Ja, prachtig. Ja, ik, vond het, uh, ik vond het zo leuk altijd. Mis je, mis je dat het meeste, als je nu een van de dingen mag aanstippen? Die ja, dat soort dingen. Gewoon lekker, lekker uh, tegen elkaar op, weet je wel. Lekker keihard schieten en uh, gewoon elkaar... Uh, ja, heerlijk vond ik dat. Heb je nog ja. contact met sommige... Uh, nou, met ja, nou niet, 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 eigenlijk niet. Nee, weinig, moet ik zeggen. Dat is wel opvallend, zeg maar, binnen de beroepsbrandweer, vind ik zelf. Dat als je weggaat, is het voor mijn gevoel is het ook klaar dan. En dat zie je dan bij vrijwillige korpsen. Is dat wel wat hechter? Houden ze contact met elkaar? Ja, houden ze veel meer contact met elkaar. Maar dat heb je bij beroeps is het toch wat minder. Uitzonderingen daar natuurlijk, want er zijn best ja. nog wel collega's die elkaar ontmoeten hoor. Maar uh, ja, dat is toch wel anders, ja. 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 Maar goed, uh, ja, dit is nou helemaal zo. Nou ja, wie weet ligt er nog een, een stukje, is er nog ruimte om, om toch af en toe terug te komen hier? Of om je gezicht te laten zien? Je bent er nu, dat is heel... Ja, dit is echt jaren geleden. Ja. Weet je? Dus ik kom hier ook binnen en denk ik, ja jeetje, het lijkt er niet meer op, weet je. De, uh, ja, al die ruimtes, die zijn allemaal zo verbouwd en anders geworden. Ik, ja, je herkent eigenlijk bijna niks meer hier zo. Ja. En voor mijn gevoel loop ik zo er binnen toe, ga ik naar de, de duikwerkplaats of ik ga naar de AB-werkplaats, de adembescherming... Het ja, is er gewoon allemaal niet meer. Nee. Weet je wel? En, de, en dat is toch wel uh, vreemd uh, om te zien. En daar merk je pas van: ja, dat is toch wel een tijd geleden. En uh, het is toch wel een heel ander korps uh, geworden, wat dat betreft, denk ik. Wat ja. wens je het huidige korps toe? Ja, ja hoe moet je dat uh, zeggen? Dat ja, weet ik niet. Ja, ik vraag nee, dat vraag weet aan ik ook <laughs> niet. Nee. Nou, dat ze uh, 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 het stukje samenwerken. Uh, ik heb het gevoel dat uh, me mensen meer met hunzelf bezig zijn. Ik denk dat er vroeger meer met elkaar gedaan werd. En vroeger saamhorigheidsgevoel. Saamhorigheidsgevoel dat was vroeger denk ik uh, hoger denk ik. En uh, ja, op de oude kazerne ook dan ging je ook sleutelen bijvoorbeeld hè, want we waren niet zoveel geld zeg maar. Nee. En uh, je auto en de wagen, moest, wagen bedoel je dan. Ja, en dan ja. moest de auto gerepareerd worden en daar de garage, daar we een garage en dan ging wel lekker sleutelen. Weet je, of we, we gingen uh, iets uh, timmeren, uh, kozijnen in elkaar timmeren. En uh, weet ik veel wat we allemaal deden. En uh, ja, veel meer dingen met elkaar. En, uh, en we hadden ook slaapzalen toen nog. Nu zitten allemaal hokjes, hoorde ik. En nu zijn het allemaal hokjes. Dus uh, na het eten uh, was toen al, toen ik uh, wegging, was iedereen ineens verdwenen. Die zat allemaal in zijn eigen kamertje en uh, weg. En op de oude kazerne werd ik nog wel, ja, dat was gewoon één groep en één slaapzaal. En er was altijd gedoe, weet je wel. Er was altijd elkaar een beetje... Ja. Positief gedoe. Ja, gedoe, weet je ja. wel. Een beetje plagen, weet je wel. Mm -hmm. Je bed op scherp zetten of... Wat had het in je bed op scherp zetten? Nou ja, dat als je erin ging liggen dat je bed op de grond viel, weet oh, je ja, wel. Okay. Dat soort gekkigheid. Ja. En uh, ja, ik kan me ook nog wel herinneren. Een kachel die we daar hadden, een gaskachel. En als je die wat hoger zette, ging je een beetje tikken en zo... En er werden mensen wakker van. En ik was nogal laat uh, met nog wat anderen. En dan uh, zetten we die kachel gewoon keihard aan. Weet je, dat dat, ging dat tukken, Zodat werd. die mensen weer wakker werden, weet je wel. Ja. En de ene wil het raam open hebben. Het andere wil het raam dicht hebben. Dus uh, elke keer raam erin, raam eruit, raam, hm. erin, raam erin, raam eruit. En dat ging soms heel. Qua uh, jongens. Gewoon een beetje Oefjes. qua jongens uh, dingetjes. Ja maar ja en waar de echt mensen erbij ja, die meest gekke dingen gewoon uh, deden weet je met een, een brommer op de slaapzaal hebben we ook al meegemaakt <laughs> met met vuurwerk nou echt de meest uh, rare dingen vuurwerk in de slaapzaal ja dat kon allemaal Het ja natuurlijk niet. het kon natuurlijk niet maar het gebeurde brand. gewoon weet je wel ja. het, uh, gewoon qua jongensgekkigheid. Uh, oh. Want mijn vraag is, wat wens je het huidige korps toe? En daarin, als ik het mag samenvatten, of mag parafraseer, zeg je eigenlijk, je wenst het huidige korps iets meer saamhorigheidsgevoel toe. Ja, misschien iets meer samen, is dat het, ja. Met elkaar Met elkaar, elkaar activiteiten weet ondernemen. Ja. Um, ja, ja. En, en niet te veel individueel. Iedereen eigen is, spoor. Dat heb ik het gevoel, dat dat veel meer nu aan het gebeuren is. Okay. En wat ik al zei, ook in je vrije tijd, als jij ging verhuizen, dan, al je brandweercollega's, die deden mee. Die gingen behangen. Die gingen... Uh, uh, je helpen met verhuizen of met uh, timmeren. Weet je. Zo ging dat gewoon vroeger. En, en dat gevoel heb ik niet meer. Dat dat, dat, dat nog uh, gebeurt, weet je? dat je met elkaar dat soort dingen doet. Hmm. Het is allemaal individueel geworden. Dat is natuurlijk Ieder een tendens die we in de samenleving zien dat steeds meer. Het wel, dus dat ja. heeft als ja. uitvloezen of of voortvloeizen, komt het ja. natuurlijk ook hier bij de brandweer terecht en op andere. Ja. Plekken, instituties, ja. instituten. Ja. Allemaal individuen geworden. Allemaal ja. op, op, je, op jezelf. Ja, je doet een en, mooie oproep. Om en de teamgeest toch mee te is uh, ja. wat, gewoon echt minder geworden. Voor mijn gevoel hoor. Misschien heb ik het helemaal mis. Misschien zie ik het meer uh, verkeerd. Maar mijn gevoel zegt van ja, dat zou beter kunnen. Ja. Ja. Minder in je eigen spoor. Ja, absoluut. Duidelijk. Heb je nog een... Laatste vraag. Uh, heb je nog een advies voor een beginnend iemand? Of iemand die nu zit te kijken, zit te luisteren en denkt van ja, ik, 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 wil, ik zit te twijfelen. Ik wil misschien wel brandweerman worden of brandweervrouw worden. Ja, vooral doen. Vooral doen. Ja, ja, vooral doen. Ga ervoor. Want ik, uh, ik ging net even naar boven. Toen kwam ik even bij uh, een nieuwe collega volgens mij. Die is net vier maanden in dienst uh, van de brandweer. Aspirant, ja. En die wil ook graag naar het duikteam toe. Dus die heb ik ook even aangespoord. Vra, ja. Dat moet je vooral doen, want het is gewoon echt leuk om te doen. Ja. Het duikteam is toch iets, uh, iets speciaals binnen het uh, korps. Het is een stukje specialisme. En uh, ja, het is uh, gewoon echt prachtig om te doen. Want dan, het is nu ook een springnummer geworden. He, dus dat betekent dus dat je ook op de autospuit zit, maar zowel als op uh, de duikwagen. Ja. Dus uh, je houdt in feite ook alles bij. Ja. He, voorheen was het echt, de duikwagen was een apart voertuig en uh, dat uh, deed niks met, uh, met brand ja, nu is het, uh, het achtervolgt elkaar volgens mij. En is het uh, duikwerk, dan uh, doe je dat. En is het brand, ja, dan uh, ga je dat doen. Dus uh, dan kun je allebei, de vakken kan je zeg maar... Uh, onder de knie krijgen. Onder de knie krijgen. Ja. Dus ik heb hem aangemoedigd om dat uh, vooral uh, te gaan doen. En uh, bij de eerstkomende uh, opleiding uh, mee te gaan doen. Want volgens mij is dat uh, het plan. En dan hebben ze ook duikers nodig. Dus ik zou zeggen... Bij deze... Vooral doen. Mooi. Leuk om te doen. En mooi dat je ook met warme gevoelens terugkijkt op de ja, tijd die je hier gehad absoluut. hebt. En dat je dus mensen aanmoedigt om ja. erbij te komen. Prachtige tijd gehad. Geweldig. Ja, ja. Dankjewel Rob. Oké, okay, geen antwoorden. dank. Graag gedaan. Super. Dankjewel. Ja, dank je. Yes. <laughs>